Of een status 3 over. Mevrouw, wat treft u aan? 11 vraagteken. Ja, tot nu toe niks. Ik ga even kijken in de omgeving over. Ja, vernomen, de 05 is over 500 meter ook te plaatsen over. Ja, ik zie positief een man met een bierfles over straat heen lopen. Goed dat u er bent over. Ja, vernomen over. Ja, status 3 op locatie. Ja, ik zie u staan hebben. Echt even professor begon te kunnen we verder praten. Goedendag meneer. Drinken. Je bent de beer hoor. Appeltje. Ja, toch leg het even op de grond. Dan stop maar even met drinken. Heb je een ID bij je? Ik heb een ID. Een rijbewijs? Kinderrijbewijs. Ga eens even zitten, ik sta kijk, er heel... Nou, neem even kijken naar de ogen, meneer. Gaat u wel eens even zitten, want u loopt er zo wankelig bij? Ja, is geen probleem. Ik zal voor u gaan zitten. Moet ik alvast een alcoholtest pakken, Romano? Ja, is goed. Ik moet wel echt, ik moet wel van Noor, dus als jij dit verder... Ik pak het wel op, joh. Ja. Nee, ja, is goed. Hoi, meneer. Hallo. Meneer, blijf te verstaan. Je naar mij toe. Meneer, hey, blijf even staan, joh. Moet ik even helpen, anders? Kom. Loop even terug met mij, yes. Loop even naar die scooter. Ik ken die mensen, vriend. Ja, is goed, maar ik ben even met hem bezig. Dan moeten we bij me blijven, yes. Hey, voor u. Ik heb een alcoholtest gepakt hier, yes. Ja. Dan mag u blijven staan, dan ga ik u zo de alcoholtest overhandigen en dan mag u blazen in het, bij het dopje totdat ik stop zeg, yes? Oké. Oké, bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, 2 seconden. Hé, doe die zak lang goed. Oké, blazen, 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 ja, 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 stop maar, top. Oké. Meneer, voor u? Ja. Er is alcohol aangetroffen in uw bloed, yes? Nee, dat kan niet. Dat is gewoon appelsap, hoor. Dat kan niet. Maar voor de meneer, het systeem ligt er in ieder geval niet. Heeft u identiteitswijs van mij op zak? Waarom dan? Nou, u bent een verplicht wijze te dragen, meneer. Ik heb helemaal geen alcohol opgedronken. Oké, maar u heeft geen identiteitsbewijs bij zich, want dan ga ik hem nu vorderen. Ik vorder nu voor u een rijbewijs of iets qua identiteitsbewijs, dus een identiteitskaart. Ik heb niks, mijn naam is Mustafa. Oké, nou. Mustafa, loop voor mij naar mijn dienstvoertuig, dan gaan we een fouillering plaatsvinden voor basis wat het idee is. Wanneer dan op alles, ja? Ja, dat is spinselijk. Gaat u even tegen de deur aan staan en met de armen gespreid, alstublieft. IM06 aanvangdienst, een mobiel naar de vaartekenen. Ja, 6, kunt u meteen doorrijden naar Blokkenpark? We hebben daar een vervelend mannetje. Het is shirt aan, een soort skinhead outfitje. We hoopten een beetje verder te doen, ik moet uit dienst. Dus zou u dat kunnen oppakken over? Nee, denk ik. Nee, oké. Okay. Ik zie inderdaad niks... Ja, positief over 4906, status 2, Blokkenpark over. Ik zie van niks geks, ik zie alleen een gekke telefoon. Of u de meneer had ook al getrapt tegen een voertuig aan, zwart van kleur, laag model, sportief. Wat zegt u meneer?
Die lampjes doen pijn naar mijn ogen, zit die zat, joh. Ja, nee, voor u, ik zie wel je vaag telefoon straks. Negatief 05 is bij een dronken overlastmelding. U mag naast me instappen, dan gaan we nu voor de schering het HB. Fijne avond. Voor identiteitscontrole, want u heeft wel de wet overtreden. U bent namelijk openbaar dronken. Dat overtreden werd openbaar dronkenschap. Dus u mag plaatsnemen met het voertuig. Moet ik u daarbij helpen of gaat het lukken? Kijk eens door de deur vast open. Yes? Vergeet niet de gordel om te doen. Nee, komt kort. Kijk eens. Mooi. Hey, dat is hier al mooi hoor. Kijk al die knopjes. Hey, oh. Nee, blijf van de stof, yes? Oké, sure. Anders plaats ik u achterin met de boeien. Nee, dat is de 05. Ik gaf status 5 richting HB met een persoon die dronken is en geen identiteitskaart bij zich heeft. Ja, het is juist een knopje dan. Meneer, luister nog één keer. Anders moet ik u achterin plaatsen, is. En daar heb ik niet heel veel behoefte aan. Duidelijk? Heel duidelijk. Oké, mooi. Nou, meneer is niet van aangekomen, HB. Zoals u ziet. Het is zo groot. Ja. Oh la la, heel spectaculair en mooi. Ja, maar deze is niet aangekomen zoals u ziet. Dan ga ik het goed uitzetten en dan kunnen we naar boven eerst. Volg ze mij maar. Yes, volgt u zelf. Ik begin een beetje in te kikken denk ik. Ja, ik bedoel appelsapje. Oké, kunnen we naar boven. Nee meneer, deze verdieping is goed hoor. Meneer, deze verdieping is in orde. Sorry. Komt er maar. Ja, mag je naar binnen. Rechtsaf. En dan Die ligt doet pijn naar mijn ogen, vriend. Wat is het? Kom even mee meneer, deze kant op. Kom. Kom, moet ik even helpen? Ik help u. Hey, voor u, ik pak u even vast, dan help ik u even naar binnen. Oh, maar die licht, joh. Doe die licht uit mij. Ja, kijk er maar even naar beneden, meneer. Dat werkt het best voor u, denk ik. Hey, meneer is er niet gevaar gekomen in de verwerkingsruimte. Je mag je zelfstandig de handschoenen afdoen. Dan gaan we even een vingerscan afleggen. Zodat ik erachter komt hoe ik wie je bent, yes? Ja, toch. Oké. Hierop? Nee. Meneer, handschoenen uit. Oh, handschoenen, hoe doe je dat? Ja. Welke speer? Even kijken, dat doet u zo. Oh, ja. Oké. Meneer, En dan geen spier op de blauwe muispad. Oké. En dan vingerafdruk scannen. Oké, wacht. Oh. Maar meneer doet dat maar niet hoor. Oké. Hoppakee. Top. Pablo Oblap, is dat hem? Ja, dat is hem. Nee, mijn naam is Moestafa. 406, dat is 5 HB. Even kijken, Pablo Oblap. Nee, Moestafa. Nou, gelukkig heet ik Pablo Oblap. Oh, Pablo. Hey, voor u, uw ogen zien ook rood. Dus ik ga even snel een drugstest halen, dan ben ik zo bij u terug. Nou meneer, ik heb hier een drugstest. Dan gaan we even snel afleggen of u wat drugs op heeft, yes? Nee, alleen een sigaretje en appelsapje. Nou, wat moet ik doen dan? Yes, ik geef zo een bepaald apparaat in uw mond. Moet u gewoon weer even een beetje op blazen, ja? Zo. Oké.
Zo, ja, in de mond en stop. Ja, top. Oké. Ik zie dat hij wel wat wiet op heeft, meneer. Wat bedoelt u wiet? Ik doe niet aan die dingen, vriend. Nee, doet u dat niet aan, cannabis? Nee, dat is niet goed, hè. Oh ja, misschien zo. Maar dat is geen probleem, toch? In principe, kijk, weet je wat het is? Op het moment dat jij overlast gaat veroorzaken op de openbare weg, dan is het ook wel een probleem. Maar voor u, openbaar dronkenschap, daar ga je 6 verbaal voor, yes? Ja. Ga ik even kijken wat dat gaat kosten. Dit gaat toch niet te veel, joh. Ik mag hopen van niet, nee. Maar voor u, ik ga zo de prijs bekendmaken. Of de prijs, de geldboete, excuus. Ja. Dus geen prijs probleem. Wil ik het niet noemen, want... Misschien heeft u ook al een denk dat niemand zit te wachten erop. Misschien heeft u ook al een sterke appelsapje op. Nee hoor, meneer. Oké, nou meneer, voor u. Openbaar dronkenschap. Bedraagt een bedrag van... €520 plus 9 euro administratiekosten. Yes. Ja. Die komt binnen 2 weken weer op de deurmat. Dan hebben we ook nog eens eentje voor het openbaar gebruik van verdovende middelen. Dat gaat hier deze keer om cannabis, deze THC. Yes. Dus daar krijgt u 6 baal voor €300 plus administratiekosten. Krijgt u allebei binnen 2 weken bij op de deurmat. En op de achterkant zal er staan hoe u in bezwaar kan gaan als het eventueel wilt, yes? Oh ja. En nu mag ik hier weer? Ja. Ja, u mag nu mij volgen. Dan kom maar deze kant op. Yes. Meneer, waar woont u? Dan breng ik u even thuis. Ik woon op straat, breng. Even geen huis, oké. Okay. Heeft u een familielid of vriend waar u kunt overnachten? Eens kijken. Maar ik heb wel collega's bij Apple. Wat zegt u? Iemand bellen, hoor. Ja, we kunt maar als u iemand heeft waar u kunt slapen, dan raad ik aan om die te bellen, ja. We kunnen ook niet zo op straat heen. Hey, goeiedag 06, collega. Mijn game was gecrashed, man. Yes, kan gebeuren. Ja, klopt. Ik loop zelf al mee. Oh. Nou, meneer, stap er maar in, hoor. Hey, Jan, Klootjack. Neem toch iets op, jongen. Wie is de teringlaaier? Ik heb overnachting nodig. Bouw me terug. Godverdomme. Neem het ook nooit op, hè. Nee, ik heb niemand, sorry. Je hebt niemand, oké. Ja, laat. Dan, Dan gaan we toch op de straat moeten. Ja, voor u, het is nacht en u kunt er niet vanuit een opvangcentra. Yes? Ja. Daar zult u opgevangen worden, want u kunt namelijk niet zo over straat. Ja. Even kijken, hoor. Maar dat is geen probleem, hoor. Ik rip me wel. Ja, dat geloof gewoon, ik natuurlijk. Nog een appelsapje gaan halen. Nee, doet dat maar niet, meneer. Nou meneer, voor u. Ja. Ik heb gehoord dat ze hier rechts... Kijk, hier rechts opvangcentrum. Yes. Ja. Oké. Okay. Even kijken, 2 seconden. Kijk eens meneer, hier zult u voorzien worden van eten en drinken voor de mensen die dakloos zijn, yes. Dan mag ik vanuit gaan. Dan wens ik u nog een fijne avond alsnog, yes. Fijne avond. Jo. Hoi.